Hey, goedemorgen, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Zo lukt het douchen. Leuk dat je weer kijkt. In dit programma lossen we kijkersvragen op, dus als jij een vraag voor mij hebt, zet hem eventjes hieronder en dan wie weet maken we daar een mooi filmpje van. Ik sta hier met een heel gevaarlijk ding in mijn handen, dit is een jalapeno pepertje en die gaan we vandaag ook even gebruiken. Maar we gaan het eens hebben over die aanhoudende rage, de avocado. Want het is toch onvoorstelbaar, zeg maar, dat we echt gewoon overal filmpjes tegenkomen wat je allemaal wel niet kan doen met avocado's. Er worden zelfs avocado restaurants uit de grond gestampt overal nergens. Dus ik vond het wel leuk, we kregen een vraag van Petra en die zei, hoe zie je nou dat een avocado goed rijp is en hoe maak je hem nou open zonder dat je daar een zootje van krijgt? Dus dat gaan we laten zien. Daarmee gaan we natuurlijk ook een gerechtje maken. Dus ik had bedacht om een lekkere creamy guacamole te maken. En dat creamy doen we dan door een beetje yoghurt toe te voegen. En we gaan daarbij ook zelf lekker chips maken, tortilla chips. Want die kun je natuurlijk in een zak kopen, maar je kunt ze ook heel makkelijk zelf maken. Dus dat wil ik je laten zien. Zet een oven op 200 graden en we gaan eerst even iets vertellen over die avocado's. Want ik heb hier een paar liggen. Nou, je ziet al best wel kleurverschil bijvoorbeeld. En wat gebeurt er nou als je naar de supermarkt gaat? Dan pak je zo'n avocado, dan ga je daar eens even flink in knijpen zo. Dan denk je, nee, hij is nog best wel hard. Die leg je weer terug. Vervolgens is die arme avocado straks helemaal beursgeknepen door iedereen. En er zijn dus betere oplossingen om even te kijken. En dat doe je zo. Nou, in elk geval naar de kleur. De onrijpe avocado, wat trouwens wel leuk is om te weten, avocado's rijpen pas als ze van de boom af zijn. En dat duurt dan 2 tot 7 dagen. Onrijpe avocado is groen en hard. En dat eigenlijk als je in de palm van je hand legt, dan beschadig je hem het minst, dan kan je altijd wel een beetje voelen. En hij geeft eigenlijk helemaal niet mee. Dus die kun je gewoon rustig even op een schaaltje leggen. Of bijvoorbeeld in een zakje doen met een banaan of een appel. Want dan rijpt het sneller. En deze avocado, die is mooi donker geworden. En dat pitje hier, dat is zeg maar je doel, zeg maar. Daar wil je even onder kijken. Als je dat pitje eruit haalt, namelijk, kan je hierin zien dat die een beetje bruinig is. Maar deze bijvoorbeeld is een beetje groenig. Dus welke zou nou verder zijn? Ik denk dat deze veel rijper is dan deze. Dus we gaan deze gebruiken. Als dit donkerbruin is, echt heel donkerbruin, dan is die eigenlijk te ver. En zo kan je dat een beetje zien. Nou, dan gaan we zo meteen laten zien hoe je die moet openmaken. Maar eerst doen we voor dit gerecht natuurlijk even die mooie chips in de oven. Dat gaan we eerst doen. Wat je daarvoor nodig hebt, zijn gewoon van die mooie tortilla pannenkoeken. En die gaan we even snijden. En het is super leuk om dit even zelf te maken. Het is heel smaakvol en super makkelijk. Wat ik al zei, de oven op 200 graden. Je hebt wat van deze mooie pannenkoekjes nodig. Ik heb hier mais tortillas voor gebruikt. Je kunt ook gewone tortillas nemen. Zo, snij ik even puntjes van. Dan pak ik een rooster voor in de oven. Met een bakpapiertje erop. Daar leg ik al die plakjes op. Zo. En als jij een leuk idee hebt, of misschien heb je wel een goed plan over die guacamole, of heb je een hele bijzondere manier of een extra toevoeging, laat het eventjes weten hieronder. Inspireer ons met je lekkere recepten. Zo. Nou, lekker druk op het plaatje. Dan heb je wat olijfolie nodig en een kwastje. En wat ik dan doe is een klein beetje van die olie zo op die stukjes tortilla. Zo. En om het dan extra af te maken, wat ik heel lekker vind, een hele lekkere smaak, is dan een beetje komijn eroverheen te strooien. Maar je kunt ook bijvoorbeeld chilipoeder of paprikapoeder of iets anders erop doen. Zo. Hebben we al kijkers, Joël? Ja, Veronique en Moraal en Jaap en Ingrid kijken ook. Goedemorgen. Gezellig. Iedereen benieuwd, naar hartstikke goed. Fijn dat jullie weer kijken, gezellig. Zo. Ik heb hier wat komijnzaad, dat strooi ik eroverheen. Beetje zo uit de losse pols. Gezellig. En dan ruikt je keuken eigenlijk al meteen helemaal lekker. Arturo, natuurlijk kunnen we iets glutenvrij maken, absoluut. Zeker, dat kan. En de guacamole is sowieso glutenvrij. Dan kan je alleen deze chipjes er niet bij eten. Maar
Zeker die guacamole wel. En bijvoorbeeld om te dippen kun je ook lekker een stuk komkommer of iets dergelijks nemen. Deze gaan even in de oven, een paar minuten. Die doe ik er even in. Zoals gezegd staat hij op 200 graden. Zo, aju. Gaan we nu snel verder met die guacamole. We hadden het er net al eventjes over dat er heel veel verschillende guacamoles zijn natuurlijk. En ook veel verschillende structuren. Want sommige zijn grof, sommige zijn fijn. Nou ja, van alles door elkaar. Dus wij gaan het grof en fijn met elkaar vermengen. En dat doen we door de staafmixer te gebruiken. Maar een aantal ingrediënten nog achter te houden om er later doorheen te roeren. Zodat je lekker wel creamy en chunky hebt, zeg maar. Nou, ik heb hier een jalapeno pepertje. Superleuk ding. Kun je tegenwoordig gewoon in de supermarkt kopen. In allerlei kleuren. Zo. Die snij ik eventjes in wat reepjes. Judith, je vraagt of je lijnzaadolie kunt gebruiken om die taco chipjes in te olie. Ja, dat kan natuurlijk. Is geen probleem. Je kunt dat met elke olie doen die je wil. Ik had toevallig olijfolie. Zo, chop die jalapeno even grof. Die doen we dan in de maatbeker. Die doe ik er wel helemaal in. Die mogen we lekker wel mee pureren. Zo, beetje koriander. En omdat we dit nu zo rauw eten, haal ik die stelen er even af. Want van de koriander zijn stelen best wel hard. Maar als je bijvoorbeeld iets gaat bakken, dan kun je altijd hier een pureetje van maken en dat wel lekker meebakken. Maar voor in de guacamole vind ik het niet zo geslaagd. Even grof er doorheen. Zo. Doe mijn mes een beetje werk en dan zometeen ook lekker die staafmixer. Zo. Een tomaat. En hiervan gebruiken we alleen het vruchtvlees van de tomaat. Dus dat betekent dat ik het midden, die zaadjes er zeg maar uithaal. Vorige keer hebben we hier lekker ketchup van gemaakt, van de binnenkant. Dus je hoeft het niet weg te gooien. Maar dit zorgt ervoor dat de guacamole niet al te nat wordt. Zo. In reepjes en dan in blokjes. Nou, wat ik dan leuk vind is om de helft hiervan zeg maar in de staafmixer te doen. Om zo meteen mee te mixen. En de andere helft roeren we dan zo meteen door de guacamole heen. Zo. Het is ineens heel stil hier op de redactie. Het is heel bijzonder. Stel vooral leuk je vragen als je die hebt. Nou Patricia, ik ben lekkere guacamole aan het maken. En het was eigenlijk geboren uit de vraag, hoe maak je nou zo'n avocado open en hoe kan je zien dat die rijp is? Of te rijp, dat kan natuurlijk ook. En daar gaan we natuurlijk altijd een lekker gerechtje bij maken. Zo, deze blokjes bewaar ik dan voor zo meteen er doorheen te roeren. Dit eventjes weg. Nou, dan zijn we ondertussen wel een beetje aangekomen bij die avocado. Ik heb hier een shallotje en wat knoflook. Er nog bij. Zo. Goed, die avocado. Hoe maak je die nou open? Nou, hou hem in je hand en pak, doe met je mes, zeg maar, snij je hem in. En eigenlijk draai je dan de avocado om je mes heen. Dan kan je hem vervolgens opendraaien. Tadaa! Nou, hier zijn heel veel dingetjes over van hoe krijg je nou die pit eruit. Je kunt bijvoorbeeld met je mes erin tikken, even een kwartslag draaien en dan is hij eruit. Maar je kunt ook, als je een goed rijpe avocado hebt, kun je hem knijpen, zeg maar. Dan knijp je hem gewoon uit. Dat kan ook. Nou, de schil van avocado eten we niet. Dus ik snij dan lekker even dat vruchtvlees in. Met mijn mes. Zo. Gewoon in de palm van je hand. Niet te hard drukken. Anders ga je namelijk door het schilletje heen. Snij je in je vingers. Dat is een andere workshop. Zo. Volgende, dus nog een keertje laten zien. Je snijdt hem over het midden. Dan rol je hem eigenlijk over je mes heen. Leg je mes weg. Draai hem open. Oh, nou deze wil niet. Kijk, hij wil wel. Zo, huppakee. Hier blijft het velletje van het pitje nog even zitten.
Tik je mes erin. Kijk jongens, het blijft een natuurproduct, hè? In principe moest het dan zo lukken. Maar deze pit die wil niet. Goed, ik pak even een andere. Kan gebeuren. Even kijken, zo. Nog een keer. Snij hem in. Draaien. Kwartslag eruit. Zo, deze snij ik ook nog eventjes in. Rustig gewoon je mes er doorheen laten glijden. Zo. Nou, dat als je hem opensnijdt, dan oxideert hij best wel snel. Dus het is wel de bedoeling als je guacamole maakt dat je echt snel doorwerkt. Want anders dan wordt hij bruin. Maar ik ga ook ondertussen even de chips uit de oven halen, anders worden die ook bruin. En dat moeten ze natuurlijk wel zijn, maar niet zwart. Dus even eruit. Nou, kijk eens even. Wat een toffe chips. Die gaan we zo meteen serveren bij die lekkere guacamole. Dus ik zet ze even hier weg om af te koelen. En dan gaan we door. Nou, wat ik dan ga doen is eventjes het meeste van de avocado schep je dus gewoon eruit met een lepel. In de staafmixer of in de maatbeker. En we houden ook wat achter om zo meteen als brokjes zeg maar er doorheen te doen. Zodat je nog die structuur hebt. Zo. Oh. Lekker. En wat ik nou doe om het creamy te maken, is wat yoghurt toevoegen. Ik heb hier gewoon lekkere Griekse yoghurt. Je kunt ook een beetje roomkaas bijvoorbeeld gebruiken. Als je dat lekker vindt. Wat zout. En peper. En natuurlijk een beetje limoensap. Dus ik heb hier een limoentje. Even rollen, dan komt dat sap een beetje los. Doorsnijden. Zo, lekker limoensap. Het mag best wel een beetje die zure kant op, want je hebt verse zachte dingetjes zoals die avocado, die kan best wel wat hebben. Zo. Nou, dan gaat de staafmixer erin. Zie je dus dat we dat helemaal lekker mushy maken. Zo. Of we die andere avocado opeten? Ja, natuurlijk. Wij gaan hier straks lunchen, dan gaat altijd alles op. Maar even om jullie goed te laten zien hoe dit nou werkt, heb ik even een andere gepakt. Zo. En wat ik dan dus wil, is dan een beetje die structuur er nog in. Lekker wat tomaat. En die laatste avocado helft, die schep ik er dan doorheen. Zo. Zo heb je lekker allebei de structuren. Dus maak je eigenlijk iedereen happy. Het ruikt echt al verrukkelijk. Helemaal goed. Dan pak ik een bord. En schep ik die guacamole in het midden. Ongeveer in het midden. Kijk, is een beste berg. En dan kan je daar eventueel nog een beetje yoghurt op doen bijvoorbeeld. Je plukt er eventjes wat koriander voor in het midden. We snijden nog even een stukje limoen voor erbij. En zo maak je eigenlijk al heel snel een mooi feestbordje natuurlijk. Zo. Nou, dan die chips die ik heb gemaakt eromheen. Hé, ze zitten ineens in een bakje, zag je dat? Dat is toch knap, hè, dit? Zo. Duw daar gewoon lekker omheen, zo. En dan heb je volgens mij een superlekker feestje. Met heerlijke zelfgemaakte guacamole. En zelfgemaakte chips.
Het recept hiervoor komt zo meteen natuurlijk boven de video te staan. Hieronder kun je nog vragen stellen, die zal ik beantwoorden. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duim of een hartje of iets anders leuks. En dan volg ons overal op Instagram, op Facebook, overal zijn we. En we zien jullie morgen weer. Dankjewel voor het kijken. Ik ga eens even een beetje proeven hiervan. Wow.